En welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen dit blad. En dit blad is gemaakt door vrouwen en mannen, denk ik. Hoop ik wel tenminste. Daarom lees ik dit. Echt heel origineel trouwens. Blijkbaar gaat deze aflevering over mensen die niet weer die actieve dingen willen doen tijdens hun vakantie. Nou, actieve dingen tijdens je vakantie, dat kan altijd. Ik fiets bijvoorbeeld wel eens naar Amsterdam. Dat ben ik tenminste van plan. Nee, je kan zwemmen, je kan lopen, wandelen, fietsen. Je kan eigenlijk alles doen in vakantie. In vakantie heb je daar eindelijk tijd voor. Dan weer een mooie wijsheid over het ultieme zomergeluk. Het ultieme zomergeluk is voor Hans om tot zonsondergang op het strand te blijven na een heerlijke dag kitesurfen met zijn zoon. Ik weet zelf altijd dat, ik heb dat zelf wel heel vaak meegemaakt, dan denk je, oh, het is echt lekker weer, ik wil langer op het strand blijven. En dan blijf je heel lang op het strand en dan, als de zon dan onder is, dan gaat het opeens heel snel koud worden. En dan ga je echt zo rillend terug met je handdoek om je heen geslagen terug naar de auto van, oké, ik had het toch niet moeten doen. Getest, welk alcoholvrije biertje is het lekkerst? Nou, ik hou zelf dus heel erg van Radler. Maar heel veel mensen die zeggen dat dat helemaal geen biersmaak heeft. Misschien dat ik het daar ook zo lekker vind, daarom. Ik kom ook helemaal niet meer uit mijn woorden. En je hebt dus ook alcoholvrije Radler. En die bestel ik altijd als ik in een restaurant ga drinken. Zie je ook wederom op de voorkant weer Gerard Kok staan met mijn laatste krachten hees ik me op de boot. Dat een beetje klinkt alsof je een soort Titanic scène aan het nadoen is. Maar ja, vorige week hadden we ook al Gerard Kok. Dus we kunnen niet weer hier een grap over gaan maken. Van die uitzending waar hij mee heeft gedaan aan... Dan staan er op een van de allereerste pagina's, die pagina heet dan Binnenkomen. En dan staan er weetjes zoals 650 miljoen kilo kaas produceren wij Nederlanders per jaar. 27% van Nederland ligt onder zeeniveau. 1084 windmolens telt ons land. Ja, ik begin toch ook een YouTube video niet met... Hallo kijkers van Harme Frodo. Een hoofd is voor een baby een vierde van het gewicht. Een paard heeft geen kop, maar een hoofd. En een lepel heeft een ronde bovenkant. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Het zou toch gewoon een beetje raar zijn. Het is gewoon meer dat het niets toevoegt aan het hele verhaal van de vrouw. Maar dat het gewoon letterlijk, er staat niet een paginanummer bij van dan gaan we het erover hebben. Maar gewoon, hoi, weet je, doei. Dan natuurlijk nog onze wekelijkse rubriek niet family friendly. Ik spring nog liever van een flatgebouw dan te kopiëren. Nou, volgens mijn kijkers doe ik het anders, want ik kopieer wel volgens mijn kijkers. Het gaat ook over steeds meer mensen die op vakantie gaan en dan naar een paviljoen, naar een strandpaviljoen gaan en daar iets bestellen. Ik ben in de Harme Frode Vlog 69 dus bij zo'n strandpaviljoen geweest. Maar dan merk ik echt hoe duur dat is. Je betaalt letterlijk 10 euro voor 1 Radler en voor 6 bitterballen. Maaike Timmermans is presentatrice van Omroep WNL en bekend van het programma Goedemorgen Nederland. Wat houdt haar bezig? Ik vind het aan dit soort rubrieken altijd grappig dat letterlijk iemand die best wel bekend is, schrijft dan een rubriek van hoi, dit houdt mij bezig. Terwijl dat niet echt veel te maken heeft met haar werk, maar gewoon van ik wil vertellen wat mij bezighoudt. En die zitten dan hele verhalen te schrijven. Vandaag gaat het over dat ze een keer... Ja, het gaat letterlijk over hey meisje. Dat iemand hey meisje tegen haar zei. Altijd fijn om te horen dat mensen dat soort dingen dus bezighouden. Jongens die zeggen hey meisje. Nou, leuk. Als dat echt alle problemen in je leven zijn, dan heb je best wel goed in het leven. Nu hebben we ook eindelijk weer eens een rubriek die gaat over een man die aan het racen is. Die zegt, racen is voor mij een uitlaatklep. En 2 afleveringen geleden ging het ook over racen. Maar... ik wil het nu gewoon weer benoemen, want dit keer gaat het over een man. En niet telkens over die vrouwen die allemaal ook goed in de... Hier gaat het gewoon over een man, dus we gaan samen het hele artikel lezen. Erik Sliphorst, 38, had tot nu toe mazzel. Oké, dat klinkt echt als zo'n jeugdjournaaltitel. Erik, 38, had tot nu toe mazzel. Maar racete dit jaar, na vele succesvolle jaren, tegen een boom... Ik moet een beetje denken aan Max Verstappen die elke keer zijn bumper eraf rijdt. Verder hebben we weer een rubriek over een burgemeester die iemand rondleidt door zijn stad. Het gaat eigenlijk over de allerleukste steden van Nederland. Vorige week behandelden we totaal onterecht Kampen. Deze keer een nieuwe kanshebber, Middelburg.
Ik ben benieuwd of je het nog gaat hebben over het authentieke centrum. Voor de mensen die dat niet weten, Middelburg werd ook gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Dus die heeft ook geen oud centrum. Dat is niet grappig trouwens. Hij roemt zijn monumentale stad om de warmte, veiligheid en gezelligheid. In Middelburg heb je altijd het gevoel met vakantie te zijn. Veiligheid, warmte en gezelligheid. Dat kan weer in die top 10 met minst zeggende woorden voor een stad. Veiligheid, warmte en gezelligheid kan je letterlijk over elke stad in Nederland zeggen, behalve Amsterdam. Daar is geen veiligheid. In Amsterdam gebeurt dit. Er zijn ook hele originele dingen te doen in Middelburg. Je kan bijvoorbeeld wandelen. Ja, dat staat er echt. Wandelen. Nou, dat kan. Leuk, wandelen. En dan heb je nog de rondvaart. Rondvaart, leuk. Een pretpark. En een kuli-karavaan. Daar laatste ben ik wel benieuwd naar. Dat is een van 7 tot en met 10 augustus is het tijd voor de kuli-karavaan. Een culinair festival onder de Seismolen met mobiele keukens, muziek en artiesten. Mobiele keukens, muziek en artiesten? Waarvoor zijn die mobiele keukens dan? Dat vraag ik me dan af. Staat dan André de Rieu opeens met zijn viool zo achter zo'n keuken? Kijk eens, deze keuken is heel mooi gelukt. Lees Autovisie. Nu vanaf €66 per jaar tot 52% korting. Elke 2 weken Autovisie magazine bij u op de... Het is gewoon sluikreclame. Niet eens sluikreclame. Gewoon een hele bladzijde in ons Vrouw en Vrij Zomerdagblad, weekblad. Over de Autovisie. Dan gaan we het nog hebben over 5 verschillende mensen die de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen. Er staat namelijk ook echt bij, op oudere leeftijd nog de 30, 40 of 50 kilometer in de Nijmeegse Vierdaagse 16 tot 19 juli lopen. Deze stoere wandelaars draaien hun hand er niet voor om. Kilometervreters staat er ook boven. Ik zou kilovreters veel leuker vinden. Dat klinkt gewoon heel grappig. Maar ja, daarvoor moet je zo'n social influencer als ik hebben. Dat heeft niet iedereen. Ineke Maas en Ben Rombout leren elkaar tijdens een wandelvakantie kennen. Samen lopen ze de Vierdaagse voor de 25ste keer. Stel je voor, dan loop je voor de 25ste keer mee. 25 keer. Dat is een beetje wat je bij de Elfstedentocht nooit kunt bereiken. Wouter doet voor de 12e keer mee. Die doet voor de 12e keer mee. Voor de mensen die nu deze zin gehoord hebben en denken, waaraan doet hij mee? Geen idee. Maar hij doet mee. Oh, dat gaat ook over Vierdaagse, laat maar. Ik geloof dat wandelen me jong houdt. De voormalig universitair docent heeft in 20 jaar tijd al meer dan 40.000 wandelkilometers afgelegd. Nou, 40.000 delen door 20 is 2.000 kilometer per jaar wandelen. Ik vraag me dus af of dat echt extreem veel is, hè? Want je hebt zo'n 350 dagen per jaar, dus het valt echt heel erg mee. Als je een beetje normaal wandelt of hard loopt, dan haal je dat ook makkelijk. Soms komt het aan op wilskracht. Gewoon de ene voet voor de andere blijven zetten. Het is een beetje hetzelfde als wat je over een YouTuber zegt. Soms komt het aan op filmpjes maken. Gewoon de ene film na de volgende film uploaden. Het is wel zo. Staat er ook weer, eigenlijk hou ik niet van wandelen. Ans Willemsen loopt de Nijmeegse Vierdaagse alweer voor de 51ste keer. Ik vraag me dan af of we daar vorige aflevering niet ook over hebben gehad. Gerard Cox is acteur, zanger, cabaretier, regisseur en nu ook nog columnist. En hij neemt bepaald geen blad voor de mond. Welkom bij de maandelijkse rubriek Woelige Baren. Nou, het is grappig dus, dit is geen rubriek, maar dit is de titel. Ik dacht dat dit de rubriek was, maar het is een column van Gerard Cox die vertelt over hoe hij op de woelige baren, zijn liedje, hoe dat hem te binnen schoot. Stel je voor dat ik een hele rubriek ga schrijven over hoe ik de Gamestad diss track gemaakt heb. Je hebt 3 weken vakantie. Je kinderen 6. Mijn doelgroep heeft geen kinderen. Maar even dat buitenwege. Redacteur Daphne improviseert er lustig op los. Zij is niet de enige.
Sommige ouders verdelen de vakantie. Anderen gaan zelfs 's nachts werken. Kijk, wat altijd mijn wens is, is dat als ik op kamers woon, het ook gewoon is dat 's avonds, als ik dan klaar ben met mijn studie en alles, gewoon nog even één video knal. Gewoon 's avonds even studiolampen erop en gaan maar. Nu ben ik eigenlijk altijd afhankelijk van het licht van de dag. Maar dat lijkt me sowieso superleuk. Dus 's nachts werken, dat kan altijd. Maar ik zou het niet altijd te hard aanraden. Ik heb echt het gevoel alsof letterlijk iedereen in dit blad iets mag schrijven. Een vast onderdeel daarvan is een kort verhaal. Wat vaak een verhaal is van ongeveer 7-5 pagina's. En dat ga je dan helemaal schrijven. En dat is dan een deel uit een thriller. Of een soort reclamepraatje voor een thriller. Zodat ze allemaal hopen dat je die gaat kopen. En dan, ja, jij heb reclame en zij hebben een heel eng verhaal wat totaal niet family friendly is. Wat heel eng is qua, ik kan ook mijn geld verdienen met enge verhalen. Maar ja, ik doe dat met andere dingen. Bamboe groeit maar liefst 15 centimeter per dag. Welkom bij Mannen Lezen de Vrouw. Het liefst zou ik morgen naar Jordanië emigreren. Maar eerst wil ik Arabisch leren en daar een baan vinden. Ik kan Engelse lesgeven bij een internationaal bedrijf werken in de toeristensector. Ik heb altijd mijn eigen bootjes gedopt en wil niet afhankelijk zijn van Hesham. Hesham? Nu mis ik echt het halve verhaal. Maar als eerste, ik wou eigenlijk alleen maar dit vertellen omdat ik een tip wou geven. Voor iedereen die denkt, ik wil morgen naar Jordanië. Ga niet voor dat je morgen naar Jordanië wil. De hele nacht nog Arabisch leren, lukt je niet. Want Arabisch, dat schrijf je van rechts naar links. En wij van links naar rechts. Dus dat lukt je niet. Alleen dat aanwennen kost je al 3 nachten. Zoveel mooie steden, natuur en dingen te beleven in Nederland. We maken een rondje en gaan deze week op ontdekkingstocht in de Friese hoofdstad Leeuwarden en omgeving. Trots op Friesland. Friesland. We wanen ons terug in de tijd wanneer een lange houten gele brug met een sierlijke poort voor ons opdoemt. Ah, grappig. Friesland, daar leven ze nog in 1500. Maar dat moet je niet tegen die mensen zeggen. Oké, leuk. We hebben weer een recensie. Een recensie voor een nieuw terrasje, een nieuwe locatie. En ik vind het altijd leuk, dan gaan we de min- en de pluspunten regelen. De vorige keer kreeg iemand een 7,5. Omdat de menukaart niet mooi genoeg verzeerd was. Dit keer gaan we weer de plus- en de minpunten lezen. En we beginnen dit keer met de pluspunten. Het ligt prachtig gelegen in een natuurgebied. Het heeft een bijzonder fraai ingericht terras. En mooi kleurrijke opgemaakte borden. Dit noem ik weer dat ongelooflijk veel bijvoeglijke naamwoorden erin zetten. Prachtig gelegen, bijzonder vrij, mooi kleurrijk opgemaakt. En dan de minpunten. Alleen bereikbaar per fiets of per voet. Nou, ik ben dus benieuwd of je wel met een rolstoel erheen kan. Dat is ook hetzelfde als fietsen en voet, toch? Weet ik niet. Geen vlees of vis, wat natuurlijk ook een pluspunt kan zijn. Nou, ik heb niks tegen vegetariërs. Ik heb niks tegen mensen die zeggen, laat mij maar gewoon sla eten in plaats van jouw hamburger. Prima. Maar waarom zou het erg zijn als mensen dat wel aanbieden? Anders moet je nationaal in de wet gaan veranderen dat het allemaal verplicht wordt. Dat iedereen vegetariër is. Maar zolang dat niet verplicht is, dan kan iedereen gewoon vlees of vis serveren, toch? En enorm druk bezocht. Je moet dus reserveren. Vind ik meer een pluspunt, want dat betekent vaak dat het goed is. Deze krijgt een 8,5. Dus hij is alleen per fiets of per voet bereikbaar. Wat best wel vervelend kan zijn. Maar omdat de vorige een lelijke menukaart had, heeft deze hoger gescoord. Zo, dat was hem dan alweer. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze 4e aflevering. Van deze gloednieuwe serie in deze maand, Mannen Lezen de Vrouw. En ik zie jullie hopelijk weer bij de volgende aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Tenminste, ik dacht dat dit blad de vrouw was. Maar het probleem is dat de vrouw, de redactie van de vrouw, hun naam verandert.